Nou, het is weer zover hoor. Een funked-up editie, voor mij de tweede. Voor Peter alweer de achtste en dus voor Leiden ook. En we zijn weer aanwezig. We gaan weer een kleine Thomas op zondag special doen. En een wat sfeerimpressie en kleine interviews hier en daar. En zoals je ziet, ik zit op een podium. Niet helemaal de bedoeling eigenlijk, denk ik. Maar aangezien het feest nog los moet barsten, dan komt het zometeen wel goed. Nou, inmiddels is de eerste band van een podium af. In ieder geval in de grootzaal. Jongens, met wie heb ik het waar genoegen? Bajeka. Bajeka, echt jongens. Ik ben fan bij deze. Echt briljant gespeeld. Vooral die cover hier ook van Happy. Hoe lang zijn jullie al bezig? We zijn als Bajeka. We zijn denk ik iets dan een jaartje aan de gang. Maar daarvoor hebben we al heel veel samen gespeeld en andere dingen gespeeld. Weet je, andere groepen. Oké, want hoeveel jaar kennen jullie elkaar? Zo. Zes jaar of zo. Ook echt als muzikanten? Ja, als muzikanten. Ik heb muzikanten leren kennen. Oké, en waar kunnen we jullie vinden online? Online, sowieso Facebook zitten we nu. Weet je, like on space, Bajeka, Bajekaah. Nou, we hebben het echt net achter de rug, Broken Brass Ensemble en ik heb het genoeg hier met Arjen. Arjen, hoe vond je het gaan? Ja, was leuk, gezellig. Goede sfeer, leuke zaal, leuke mensen. Leiden is leuk? Ja, Leiden is leuk, zeker. Hoe zou je de band even in het kort omschrijven? Ik bedoel, zover ik het kan zien, 7 blazers en een drummer. Ja, precies. Dat is het. Meer nog een omschrijving erbij? Niet meer, niet minder, niet meer, niet minder. Behalve één groot feest, dat moet ik wel zeggen. Hoe jullie publiek loskrijgen, echt credits. Waar kunnen we jullie vinden online? Facebook, Broken Brass, Facebook even zoeken, dan vind je hem wel. En de site natuurlijk, YouTube, noem maar op. Gewoon de bekende kanalen. En dan moet ik zeggen, ik kreeg net dit leuke cd'tje in de handen gestopt. Waar kunnen mensen deze bestellen? Cd's bestellen via bambeats.nl.com. Even googlen ook, denk ik. Dat je hebt het hier gehoord. Wil je hem in handen hebben? Dat zeker. Inmiddels 2:50 alweer, nog 40 minuutjes te gaan. Ik sta naast Vincent Denzer. Vincent, hoe is het jongen? Ja goed man, ja goed. We staan te knallen. We staan echt te knallen, ja. Ja, het ziet er ook echt wel gezellig uit. Je staat samen met je broer Simon. Alleen, volgens mij is hij niet het enige familielid dat mee is, toch? Nee, klopt. Nee, we draaien normaal gesproken met z'n vieren. En het is ontstaan doordat ik een keer mijn vader heb meegenomen tijdens het draaien. En dat vonden we zo leuk, of eigenlijk vonden wij het zo leuk, dat we hem mee hebben genomen. Eigenlijk één keer in de maand doen we dat. Dus nu staan we regelmatig met z'n vieren te draaien. Ja. En wat draai je dan zoal? Vanavond zijn we, ja, zoals je hoort, we hebben het vanavond een beetje een petje op van hip-hop. En, maar ja, ook wel funk, soul, R&B.
Ja, want normaal ben je met je broer eigenlijk een duo, als ik me niet vergis. En wat voor muziek draai je dan? Dat is heel anders dan dit. Ja, ja, dat is heel anders dan dit. Ja, we produceren zelf technomuziek. House en techno eigenlijk. Dat is wat we dagelijks produceren en draaien ook. Ja. Ah, vet man, ik zou zeggen, ga nog even lekker je gang. En allicht spreek ik je binnenkort weer. Dankjewel man, dankjewel. Voor mij de tweede editie van Fucked Up, de negende editie inmiddels voor Peter. Peter, hoe is het tot nu toe? Vanavond bedoel je? Ja, vanavond. Ja, vanavond is helemaal te gek. Echt super vette band. En ja, ik ben gewoon blij. Maar ik moet zeggen, sowieso de eerste band, Bajega, die heeft me echt... Ja, hoe zou je zeggen, onwijs verbaasd ben ik erover. Met z'n tweeën zijn ze en dan zoveel geluid creëren, zoveel zang. En nou sta jij nogal bekend om op dit festival bands te boeken waar niemand ooit van heeft gehoord. Maar als ze horen denken ze, wauw, wat vet. Waar heb je deze opgegraven? Het was grappig, er was een band die had me uitgenodigd. En die zei, we willen op Fucked Up komen. En ik twijfelde enorm. Ah nee, je moet bij ons komen, we treden dan en dan op hun paard. Die band vond ik niet zo bijzonder, maar het voorprogramma, dat was wel bijzonder. En zodoende ben ik bij hun gekomen. En ik heb ze toen ook meteen geboekt die avond. Ja, dat kan ik goed begrijpen. En dan de tweede band van vanavond. 7 blazers, 1 drummer maar. Waar heb je die gevonden? In Tilburg. Ze komen uit Friesland. Maar er is daar een heel vet festival, Festival Mundial. Kan ik je zeker aanraden. En daar braken ze de tent al plat. Het was buiten, maar ze braken de tent plat. En nou ja, hier dus ook. Ah, mooi, het is inmiddels 1:15. Feest nog lang niet voorbij. Ik bedoel, Rafiki staat nog lekker te draaien. Dancers, de tweelingbroers met de oudere broer en papa staan lekker te draaien. Het feest gaat nog even door. Maar heb je in je achterhoofd al gedacht voor de volgende editie? Ja, de volgende editie wordt natuurlijk de 10e keer. Dus dat moet wel een bijzondere zijn. Kan je al wat loslaten? Nee, simpelweg omdat er nog helemaal niks vaststaat. Oké, nou dan is het goed te begrijpen. Wel al een idee over welk termijn we het kunnen verwachten? Nou ja, vorige keer toen jullie er ook bij waren was de derde kerstdag. Die staat inmiddels alweer geboekt. Daar weet ik al wel een act over. Maar daar moet ik echt mijn mond nog over dicht houden. Zo bijzonder dat het is. Misschien komen we daarvoor ook nog wel een keer terug. Misschien wel 2 keer daarvoor terug. Maar we tinnen hem lekker over de zomer heen. En dan komt het helemaal goed. Nou, ik ben reuze benieuwd. Ik zorg in ieder geval dat ik er weer bij ben. Ik zou zeggen, geniet nog even lekker van je avond en we houden contact over de volgende keer. Dankjewel, ga ik zeker doen.